eerder in de bondgenoten. De haaien zorgen er altijd voor dat hun buik goed vol zit. Terwijl hongerige vos Jorrit moet eten wat de groepspot schaft. Vanochtend ging ik sporten en toen zei ze, er is maar één boterham voor de ontbijt en de lunch. Dus jongens, als jullie wat willen doneren. Maar niet alle haaien worden vrolijk van het eigen teamdieet. Met eten, ik vind het moeilijk om tegen jullie te zeggen of ik het ding echt niet lekker vind. Oh ja, maar dat moet je wel doen. Lint vind ik echt heel vies. Het is gewoon moeilijk wel om wat te zeggen, want je wilt niet de groepsdynamiek daardoor anders smaken of zo. Snap je wat ik bedoel? Jorrit is een deelnemer die altijd in het oog springt, wat hij ook doet. En dat vindt Donna eigenlijk wel fascinerend. Vind je het moeilijk om ergens tekort in te schieten? Ja, ik vind het wel lastig. Ik vraag me alleen af of je soms dingen ook goed kunt accepteren voor wat ze zijn. Melanie krijgt steeds meer gevoelens voor Bo, maar doet haar best om iedereen, inclusief haarzelf, te overtuigen van het tegendeel. Jullie zijn niet voor elkaar te meppen. Ik hoef er geen relatie uit, maar hij ook niet. In principe is knuffelmaatje, zolang het fijn is, dan doe ik dat gewoon. Maar een eerste zoen kun je niet negeren. En de gevoelens van onzekerheid die daardoor loskomen, ook niet. Ik ben masseren. Olie? Ja. Ik massageolie pakken. Jen! Fuck you. Ja. I see that bite in your cherry lips. Giving me a hint at an early exit. Can't believe got a pick. Zij ziet iets, maar ze zegt niet waar. Nee. Mel en Bo in een bed. Mel en Bo in een bed. Heb jij een bepaald trauma of zo? Ik heb geen trauma. Breek je uit, wat heb je gezien? Liggen twee in bed. Die zijn lekker aan het knuffelen. Ja? Is dat voor de eerste keer? Denk het. Misschien dan de eerste keer bij jullie in bed, maar bij ons liggen ze al best vaak. Ja, dus ik was even van... Apropos. Ja, want jij was zeg maar aan het praten en ik doe de deur open en ik zie Mel haar hoofd. Dus ik was even van... Maar ze lagen gewoon. Ze waren niet stiekem kusjes aan het geven. Volgens mij waren ze niet stiekem kusjes aan het geven. Dat is niet echt een verrassing meer, toch? Nee. Schattig. Nou, ik ben benieuwd. Altijd zo'n negatief kapje. Kijk hoe mooi schoon het eruit ziet. Ja. Jij bent wel zo'n... Het glas is half leeg, kind of guy, hè? Ik heb gewoon zoiets. Kijk, ik ruim rotzooi op. Ik draai mommetjes en zo. Dan ga ik het niet nog gewoon opruimen. Dan hou ik gewoon op. Ja. Ik heb hier al zoveel rotzooi opgeruimd. Ik blijf hier aan de gang. En dan ben ik gewoon wel klaar mee. Dus dat ik... Ja, dat is wel weer genoeg negativiteit voor mij. Nou, succes, heren. Dank u. Jorrit is een deelnemer die altijd in het oog springt, wat hij ook doet. En dat vindt Donna eigenlijk reuze interessant. Want het is niet gemakkelijk om zo duidelijk anders te zijn dan de rest. Wat ik bij jou zo fascinerend vind, is dat ik me oprecht afvraag waarom je bepaalde dingen doet. Maar niet waarom doe je dingen, maar gewoon oprecht nieuwsgierig naar hoe jij werkt. Dat kan ik wel beloven. Het is geen show. Het is echt hoe ik ben. Ik heb alleen gemerkt dat dat is ook niet prettig voor de ander. Dus ik probeer wel wat meer rekening te houden. Maar wel nog steeds authentiek te zijn en mezelf te zijn. Ik vond jou dus heel toegankelijk. Ja. Maar ik verplaats me dan in de buitenwereld en andere mensen denken... ja, ik zou dat niet zomaar op jou afstappen als ik iemand anders was. Maar ik deed het wel, omdat ik dacht, ik krijg vaker te horen... omdat ik een bepaalde afstand waarschijnlijk uitstraal. Ja. Ik weet niet, dat vind ik heel jammer van mezelf, daar baal ik van. Dus dat is vervelend te horen, hè? Ja, dat is vervelend, want ik kan dan niks aan doen hoe ik kijk of hoe ik kan mijn houding wel veranderen. Je kan mijn mic niet continu controleren. Van, ja, anders word ik geforceerd fake. Snap je wat ik bedoel? We hebben dat gemeen. Maar zo zie ik je dan ook. Weet je wel, van iemand die echt een mannetje staat, om het even zo te zeggen. En dat kan ook intimiderend overkomen. Ja. Wat is toch raar dat wij hier zitten eigenlijk? Vind je niet? Heb je dat niet soms zo'n besef moment? Ik mis wel gewoon dingen in de buitenwereld. Oh ja. Dus ik moet even potje janken. Nee, niet omdat. Nee, ik mis ook dingen. Nee. Ik deel dat met jou. Ja. Ik mis mijn eigen geld hebben. Ja. Ik mis kunnen eten en dat zonder iemand zeg maar kan hapje. Ja. Ja. Ik mis aanmerk bier. Ja, ik mis aanmerk wijn. Maar... ik hou het nog wel een tijdje voor met jou. Is hier ook voor jou? Nee, van Jen.
koe? Ja, speak mind, woman. Ja, het is knalrood. Ja. Ik denk dat het goed is. Nee. Stel. Ja, leuk voor hier. Maar dat weet ze ook. Ja, de haaien weten wel hoe ze het leven hier zo aangenaam mogelijk voor zichzelf kunnen maken. Zeker als het om eten gaat. En daar heeft Jorrit steeds meer moeite mee. De haaien koken ook voor zichzelf en ze staan al dik bovenaan. Dus ze pakken alles strategisch veel slimmer aan dan de rest van de groep. Als ik gewoon maaltijden van tevoren klaarmaak, die we ja, gewoon... Van tevoren, ik wil wel vers dan, hè? Het is niet dat ik elke dag een diepvries maak. Ja, maar je kan veel willen, maar je hebt gisteren 50 punten uitgegeven. Hey! Dat zullen ze hebben! Ja. Ik zou gewoon nu alleen zeg maar meebetalen aan het bijvoorbeeld wasmiddel... Aan de dingen die we samen gebruiken, zoals toiletpapier. En de rest, ontbijt, lunch, avondeten, gewoon even zoals ze haaien. Probeer het gewoon een paar dagen. Laat het gewoon proberen. Ja, prima, dan doen we dat zo. Maar dan weet ik wel dat Kate het mee eens is. Waar is ze? Ja, dat weet ik niet. Misschien even meer open. Misschien zegt hij wel even mee. Mag je wat vragen? Ja. Ben je het eens, moet ik van jou vragen om onze eigen boodschappen... Ik vind het allemaal prima. Oké, beter zo. Thank you. Ik heb het met Kelly uitgebreid over gehad. Mm-hmm. En ze is 100% mee eens. Oké, okay. Jij koopt dus. Ja. Oké, prima. Dus, als jij per se niet wil koken, dan zou ik voor je... Nee, want ik zou ook niet weten hoe ik mijn linzen naar zo moet gaan. Dus dan ga ik... Maar ik geen 2 weken linzen, hè? Eet ik. Jen zegt tegen mij vandaag... Ik ga met Daan flirten. Ik wil met Daan flirten. Ik zeg, doe dan. Ze vindt hem gewoon interessant of zo. Ze heeft ook gewoon een maatje nodig waarmee ze kan knuffelen, denk ik. Ja, ze miste wel echt de aflexie. Ja, dat snap ik. Ik zou het ook missen. Ja. Ik ben heel blij dat ik jou hier heb. En dat het zo goed voelt ook. Vind je nog steeds fijn hoe het gaat? Ja. Oké, dat is goed om te horen. Ik ook. Ik vind het ook wel echt fijn om met je te liggen. Mm. De vossen willen dus bij wijze van experiment een paar dagen op hun eigen benen staan qua eten. Maar die beslissing brengt wel een paar uitdagingen met zich mee. Ik heb tegen jou gezegd, als jij graag een boterham wil hebben in de ochtend... Nou oké, dan bestellen we apart 1 brood. Ja, dat klopt. Maar 1 brood, maar dan moeten we dus ook aparte hagelslag. Aparte kaas, want dan snap ik ook wel wat ze zeggen. Wil je het zo luxe gaan doen dat je elke ochtend haagslag en kaas en nee, dit, dat doe ik ook helemaal niet, maar ik kan heb... er ook gewoon bezig. Ik kan toch ook gewoon 1 pot pindakaas en 1... En 1 boterham en dan... Ja, en dan een week pindakaas moeten eten op mijn brood. Ja. Ja, dat kan toch zou niet? Zou ik doen. Ja, maar waar slaat dat op? Nee, dat staat alles op het aantal punten en die 50 punten die toch er vanaf zijn gegaan. Ja, maar wij staan... Misschien was ook nog wel bellen. Zeker. Kelly wil ook bellen voor 50 punten. Wat? Ja. Dit heb je niet van mij gehoord dan, oké? Okay? Dan weten ze sowieso dat wij meer delen dan alleen... Wacht even, maar dan moet ik echt tegen... Hoor. Ja, dat ben ik niet mee eens. Ja, maar als ik er wel mee akkoord ga, dan hebben we het dus wel. Dus ze gaan nog eens 50 punten vanaf. Nou, op het moment dat zij wilt bellen, dan kun ik wel dat ze mag bellen. Als jij wilt bellen, kun ik jou wel dat je mag bellen. Dat jij in jouw positie zegt van oké, ik ga niet nee zeggen omdat je zelf ook gebeld hebt. Maar ja. ik ben er niet mee eens. Dat, maar nou. Jij hebt daar ook recht op, hè? Ja, maar ik ga er geen gebruik van maken. Omdat, nee, maar... omdat het spel tactisch gewoon super dom is om gewoon wat vind 50 jij? Punten uit te... Jij vindt het heel wij kruipen dom? Gewoon naar de 4e plek toe. Ja. Dat is niet de bedoeling. We stonden eerst 99 punten achter. We staan nu bij 150 punten achter. Mm-hmm. En dan gaan we bellen, staan we 200 punten achter. Dus hebben we gewoon in een week tijd hebben we 100 punten verloren, jongens. Ja. We zijn mee bezig. Ja, maar we zijn echt bezig. Serieus, punt is echt serieus met die verliezende strategie bezig, want daar lijkt het wel op. Nou ja. Het punt waar het men om gaat is, ik wil wel gewoon... Ik vind ook, we moeten een beetje een fatsoenlijke tijd hebben. En ik ga nee, niet we moeten week... een beetje... We moeten, verdomme, niet laatste worden. We moeten in het spel blijven. Dat moeten net... En dan kunnen we gewoon een nieuwe cyclus beginnen. Eigen bondje, ga jij lekker je eigen shit kopen... waar je zin hebt, chocola, weet ik wat allemaal, feest vieren. Boeit me niet. Maar ik wil in het bondje blijven en ik wil zoveel punten... behouden. En ik wil niet gaan bellen. Speltechnisch, qua spellen snap ik dat. Maar als zij wil bellen, mag ze even mijn bellen. Ja, en voor mij niet. Ik heb nog een enkel team 100 punten. Hè, als Kelly het zou besluiten om te doen.
100 punten zien uitgeven en bellen. Nog geen enkel team. En wij wel. Dus je gaat ook nog eens voor 50 punten bellen. Er zit in mijn hoofd om wel te gaan bellen, ja. En als jij een keer wil bellen, zullen we er ook in mee toestemmen. Het is ook een stukje menselijkheid, hè. Kijk, ik weet niet of je überhaupt familie hebt. Maar ik neem aan als je als gezond mens dat je je familie mist als je hier zit zonder enig contact. Gaat goed? Ja, ik vraag... Ik wil je niet onderbreken, want dat is strategie, zeg maar. Ja, nee, maar dan kan je toch ook inbeelden dat je je familie mist en de een hebt daar meer last van dan de ander. Ja, maar dan worden we laatste en dan stemmen jullie mij eruit. Dat weet ik nog niet. Niet drukker maken. Hij maakt zich gewoon druk om het feit dat hij eruit ligt. Ja. En dat is waar hij zich druk maakt. Niks over het jou niet gunnen, punt of wat dan ook. Dat is waar hij druk maakt. Mm. Maar heel eerlijk, dat is natuurlijk onze tactiek ook op dat moment. Dat is zeker onze tactiek. Tuurlijk gaat hij eruit. Tuurlijk. Wordt hij gevochten? Om het teamlid er ook voor 50 punten gaan bellen nu. Ja. Fuck dat, man. Dus knik hem wel in de uit. De vossen die zijn aan het bedenken of zij apart willen eten. Dan wil ik ook apart eten als zij dat doen. Dat heeft niks te maken met vriendjespolitiek of wat dan ook. Maar dan heb ik zoiets van, ik weet niet of er een voordeel in zit. Of wij namelijk met de slangen, of wij dan een voordeel eruit halen. Of dat zij er een voordeel uit halen. Omdat zij dan dus, ze staan nu onderaan. En ik wil ze ook graag zo ver mogelijk onderaan houden. Ben ik dan wel voor, ja. We zitten hier nu toch met z'n allen, tussen merendeel. We gaan vanaf nu allemaal apart onze eigen boodschappen doen. En het lijkt ons nog steeds wel leuk om gewoon de zaterdag, zondag en de maandagavond avondeten. Eten we dan gezamenlijk. De rest is alles voor ieder voor zich. Ik zou het al wel fijn vinden als iedereen wel zijn eigen troep dan opruimt na het koken gelijk. Want anders ga je daar 4 teams krijgen in de keuken. Precies. Die allemaal verschillende momenten, waardoor de keuken bom. Ja, ik denk dat we misschien inderdaad, ik snap je heel goed, wat corvée dat betreft voor de keuken. Daar even allemaal misschien over vanavond moeten denken. En vanavond even met eten gewoon nu weer eventjes een kleine evaluatietje doen. Ik snap niet waarom het elke keer moet spreken, want je kan toch gewoon je eigen shit opruimen. Of ik draai mijn eigen shit op en dat is wel heel wat. Nee, mama. Jij doet het, maar de rest doet het. Nee, niet dat ik het niet, meerdere mensen doen het, hè, dat bedoel ik. Nee, hè, maar... Oh, maar zeker weet, ik sta ook 6 keer op een dag zaak af te wassen. Maar mij irriteert het ook mateloos dat ik van de week ook heel veel heb van afwassen, terwijl ik niet eens keukendienst had. Ik irriteer me er ook aan dat andere mensen hun afwas niet doen. En het feit dat we daar nog steeds over moeten hebben, terwijl iedereen gewoon een volwassen persoon is en thuis ook gewoon zijn eigen afwas doet, is gewoon te belachelijk voor woorden. Bitch, ja. Sorry, ik heb het gewoon druk, oké? Okay? Ja. Ik zie het aan je. Ik heb het druk. Een vrouw aan je hoofd en een vrouw tussen je benen. Oh man, zwaar leven. Ik zat al te kijken, wie bedoel je? Toen dacht ik, oh. Ik vind het ook een beetje kansloos om zoveel apart te gaan eten. Ik snap het nuttig ook niet van. Nee, maar het blijft goedkoper om samen te eten. En dan moet je je eigen dingen opruimen. Maar we gaan nu de 4e week heen. Het gaat al 4 weken niet goed. Dus ik vertrouw ook echt niet op dat het dan wel goed gaat. Niet in. Er is maar één oplossing voor. En dat is gewoon elkaar daarop aanspreken. Snap je? Als je iets ziet, krijg je niet open. Weet je, ik heb die keuken opgeruimd straks. Dat is gewoon spik en span. We gaan voetballen, ik kom terug. En ik zie weer overal broodkruimels liggen. En dit en zo. Het is gewoon een bende. Van ik bij mezelf denk, wat maakt dat je niet gewoon even met een doekje over het aangekomen? Ik snap dat gewoon niet. Ik vind het heel leuk om een film te kijken. Alleen omdat we zo weinig momenten hebben om naar uit te kijken of iets, dacht ik, misschien is het ook wel leuker als we gewoon weten dat we morgen of overmorgen gaan kijken en dat we er naar uit kunnen kijken. Ja, maar ik mis een beetje de impulsiviteit. Ja, maar ik ben wel down voor dit plan ook. Ik vind het wel een goeie. Oké, okay, doen we dit plan wel. Dan is het... Nee, maar het is overleg. Maar dit is... Ja, maar het is mij... overleg, maar weet je toch al welke kant we op gaan leunen. Dus het is dan toch geen overleg meer. Het is toch al een besluit. Ik vind het wel bijzonder dat je nu meteen deze toon aanslaat. Ja. Dan zijn we gewoon opties aan het bespreken. Ja, het is niet gelijk. Ja, maar we weten wel welke kant op gaan leunen, toch? Dat is helemaal niet waar. Het is toch niet waar? Ik dacht gewoon van, we zitten allemaal een beetje in een sleur vandaag. Fuck it, laten we film kijken. Dat is hoe ik dacht. Ik zit sowieso niet in een sleur, dus ik vind het niet fijn als je dat voor mij invult. Sommige mensen zaten in een sleur vandaag. Ja, spreek voor jezelf, toch? Ik zat in een sleur vandaag en dacht, fuck it, laten we film kijken. Ik kan niet verwachten dat er zoveel mensen ja zouden zeggen. Ik zeg het. Ja. Jullie moeten echt gaan kijken. Dat maakt me echt niet uit. Oké. Nou. Nou jongens, dan kijk ik dat gewoon donderdag. Want... Ja, maar Jen, kun je dat wel op een iets andere toon zeggen? Ik zeg dat, dan kijk ik toch gewoon donderdag. Hoe moet ik het anders zeggen? Gewoon... Ik ben chagrijnig. Ik ben niet chagrijnig. Ik zeg dat, kijk ik het gewoon donderdag. Ik wil dat jullie nu gewoon die film gaan kijken. Want ik was sowieso een van de
een van de acht die zei, nou, zullen we het een andere keer kijken? Dus jullie kunnen dat gewoon sowieso met z'n zevenen gaan kijken. Dat maakt mij niet uit. Nee, maar dat doet het gewoon donderdag. Ik zeg het op andere toon. Later dag gewoon maar donderdag. Oké, ja, goeie. Jen? Nee, ik dat ga ik wel. Jawel, want ik moet erbij zijn. Dus doe het donderdag. Nee. Ga ik gewoon op. Doe het alsjeblieft. Ik heb hier geen zin in. Nee, maar dit gaat niet. Dit is me niet die 20 punten waard. Nee, maar dit gaat niet om jullie per se. Het gaat ook over gewoon fatsoenlijk een beetje normaal met elkaar omgaan. Weet hoe het gaat? Mm. Altijd wel zo. Ja, je wilt het heel graag toch? En als het nu niet kan, dan is het gewoon kut. Dat bedoel ik. Ja. Ik kan gewoon niet tegen die toon van, dan gaan we het wel niet doen. Ja, daarom moet ik mijn toon veranderen omdat ik chagrijnig ben en geen film kan kijken. Het mag chagrijnig zijn. Maar dan is het weer een probleem. Snap je? Dat is wel. Ik denk van, ja, kom op, weet je. Moet ik elke keer zo ja knikken, is goed, heel lief praten omdat zij jonger dan mij is en ons porseleinpoppetje van de groep. We doen toch altijd wat Jasmijn wil. Zeg ze dat? Nee, maar dat klonk, zo klonk het toch. Mm. Terwijl, dat is ook zo, maar ja, dan hoef je er niet zo. Zij heeft ook wel. We hebben gewoon twee prinsessen met twee lakeien. Ja, wauw. Ik weet gewoon dat de jongens iets meer daarin naar haar gaan leunen, omdat zij wat jonger is, wat minder dit is dan ik ben. Ze gaan eerst zeggen, oh, Jas heeft pijn, ze doen het donderdag. Ja. Want dan is het pijn opeens weg. Maar ben ik een prinses? Nee, maar zeg maar, mensen doen graag dingen voor je op een of andere manier. Dat je niet omdat je de jongste bent, maar je bent wel een soort van Calimero-effect. Ja, maar dit heb ik wel, ik denk van jongens, ik leun ook heel vaak jullie kant op. Ik leun heel vaak jullie kant op. En met het eten, weet je, dat soort dingen, ik leun heel vaak jullie kant op. Maar ik denk dat het slimste is om straks met z'n vieren. Maar zullen we het dan nu gewoon even doen? Maar ik zou sowieso vanavond of zo, wanneer je denkt van oké, nu is het goed, zou ik het met hem bespreken. Gewoon over alles, over het eten, gewoon alles op tafel. Hallo. Heb je zin om straks nog even met ons te kletsen? Oké, is goed, gaan we mee. Ja. Goed zo! Met mij over, het is wel altijd wel, ik ga wel met jullie erin mee, omdat ik denk, het is meestal wel, ook met eten, het is wel 3-1. En dat is prima, en ik ben ook iemand, als het 3-1 is, dan ga ik wel mee. En daarom toen we hier binnenkwamen, ik wist wel welke kant op ze gaan. Maar waar baseer je dat op? Want jij liep halverwege weg. Terwijl we er nog niet uitgepraat waren. Ja, maar het ging wel, En ik gaf alleen in eerste instantie mijn mening wat ik ervan vond, en dat schoot bij jou verkeerd. Maar ik denk dat het belangrijkste nu is dat even boven water komt wat jij zegt. Dat jij het gevoel hebt dat je elke keer mee moet bewegen. En dat je nu dus zelfs op zo'n punt komt dat als je het gevoel hebt dat het weer gebeurt, dat je daarvan baalt en gefrustreerd van raakt. Dat is denk ik wat het vervelendste is op dit moment, denk ik. Ik wil echt wel met jullie... Sorry. Nee, is oké. Nee, is oké. Ik wil echt met jullie ontbijten. Maar jullie ontbijten toch iets wat ik echt niet lekker vind? Ik vind het gewoon heel moeilijk om te zeggen dat ik iets anders wil ontbijten. Gewoon niemand van jullie komt naar me toe vaak om te zeggen van hé, ik weet niet. Dus ik voel me daardoor gewoon een beetje mee buitengesloten. Maar ik merk gewoon dat ik daardoor gewoon veel minder eet. En veel meer honger heb. Ja, het werkt nou gewoon eenmaal zo dat inderdaad als jij degene bent die de moeilijke eet, dan maar je bent helemaal geen moeilijke eter, maar relatief gezien ben je de moeilijkste eter van ons. En dan is het wel gewoon van dat je er echt wel op je streep moet staan van hé, ik moet dit er wel hebben. Ik ga er nu ook op letten dat gebeurt, weet je wel. Maar je moet wel eten, schat. Eten is emotie. Hoe en met wie en wat er op tafel komt is al weken onderwerp van gesprek. En wie weet wordt dat anders, nu ieder team voor zichzelf gaat koken. Maar daarmee is binnen sommige teams ook een andere sluimerende irritatie omhoog komen borrelen. Want moet die plek op de ranking wel zoveel invloed hebben op het geluk dat je haalt uit een extra snack of iets leuks voor jezelf? Mijn visie voor dit hele spel is, speel je spel. Dat is je punten, dat is je ranglijst. En ga daarnaast gewoon leven met elkaar. Wil je dan als team extra leven op de normale dingen? Doe je ding. Dat is dan je tactiek. Maar voor de rest, we gaan toch niet een spel spelen waar we alleen maar inderdaad 2 weken lang linzen gaan eten. Ja. Zodat je dan misschien
10 punten bespaard. Ja, maar dat heb ik 100 keer gezegd, maar dat is een discussie, die win ik niet. Als iemand in het huis mij nu kan vertellen van, oh, ik heb het zo gezellig hier, rot op. Weet dat ik het af en toe moeilijk persoon ben om een compromis mee te sluiten. Zeg maar, weet ik van mezelf, probeer ik mee te werken. Uiteindelijk denk ik, ja, ik vind het allemaal prima, zolang we het maar eens een keertje gezellig gaan maken met z'n, want iedereen laat alleen maar te zeiken. Maar daarom ben ik zo even uit mijn hum vandaag. Ik denk, ik heb zo'n lekkere dag. We zitten te keten en te voetballen. Iedereen lacht met elkaar, iedereen vrolijk met elkaar. Ik wil niet meer samen eten. Waarom kan je bek dicht allemaal? Laat eens een dag gewoon gezellig. Want dan is een dag weer gezellig. En dan loopt de een weer te janken. En dan loopt de ander weer te miepen. En dan heeft die weer een blessure. En dan gaan we dit weer niet doen. En dat weer niet doen. Oh, het werkt af en toe zo niet met hoe ik ben hier. Ik ben juist hartstikke blij dat jullie dat zeggen. Want ik dacht echt dat ik namelijk in mijn hoofd knettergek aan het worden was. Ja. Ik ga nou naar die vogeltjes kijken op die hoek. Dat zijn toch mooie vogels? Dat kunnen vogels je toch goede zin brengen, hè? Zouden hun ook apart eten of verzamelen? Die vogels? Ja? Ik denk apart. Kan het allemaal aan? Zeg me waar ik heen moet gaan. Watermaan, waar we zijn. Nou, gaan we nog film kijken? Dat is een... Gaan we echt film kijken? Ja, als je er zin in hebt. Nou, maar nu doen we dit nu om mijn zin te geven. Nee, helemaal niet. Want jij krijgt helemaal niet vaak je zin per se, dus... Het is allemaal cool. Het is echt niet... Je moet niet te ver doen. Ben, als je bij het gesprek was gebleven, was dat de uitkomst ook geweest. Maar nu hebben we hem op deze manier gedaan. Het is, het is geen sneer naar jou dat je wegliep. Maar ik bedoel, dat was sowieso de conclusie geweest. Ik denk dat het voor nu gewoon beter is als we nu kijken. Ik vind het niet waard om zo'n om hier nu wrijving over te hebben. Maar nu denk ik van ja, weet je, het zal. De haaien sluiten een lastig onderwerp dus lekker samen af met een filmpje. Want uiteindelijk is die 100.000 euro leuk, maar een goed gesprek kan ook heel veel opleveren. Wat ik hier wel wil leren is mezelf openstellen, in contact staan met mijn gevoel. Nou, dat lukt volgens mij aardig prima. Aangezien ik vaker ook heb gehuild en dat soort dingen. En niet alleen maar zo robotachtig, statisch, zakelijk, dat soort dingen. Gewoon dat ik echt mijn hartje kan openstellen. En het gaat me makkelijker af dan dat ik dacht van tevoren. Dat is toch hartstikke mooi. Ja. Maar en jouw doelen dan? Of heb je dat niet? Jawel. Ik ben niet zo goed in communicatie. En ik vind het fijn om harmonie te bewaren. Mm-hmm. Maar het moet niet ten koste gaan van mijn eigen mening, snap je? Dat is belangrijk. Communicatie is alles. Dat is echt alles. Daar begint alles bij. Ja, dat is zeker waar. Ja. Dat wil ik wel echt leren. Ja. Mensen bij wie ik me veilig voel, kan ik wel dit zijn. Dat ik weet, jij gaat mij toch niet minder aardig vinden of minder van mij houden als ik snappy ben, weet je? Ik voel me gewoon echt veilig bij jou. Oh, that's sweet. Ja, ik denk dat je meer zorgen bij mij moet maken als ik continu jou lieve dingen wil zeggen of continu gewoon formeel wil zijn of zakelijk. Ja, gewoon respectvol. Ja, respectvol. Ja, precies. Als ik begin uit te schelden, dan is het goed. Dan is het goed. Echt zo. Echt zo. Daan heeft ontzettend veel behoefte aan een avondje gezelligheid. En hij heeft mazzel. Want als de haaien toch een film hebben besteld, willen de andere gieren daar best een gaatje van meepikken en betalen. Who's daddy now? Wij hebben het ook leuk, hoor. From the flame of Anor. You shall not pass. Jaren, ben je limber, hè? Ik kan het al goed. Nee, ben je gek? Ik wil niet zo voetelen. Zo stom, hè. Mensen doen altijd stom jouw accent na. Ja, alsof ik een stom accent heb. Alsof jullie dom zijn of zo. Ik ben ook met iemand uit Limburg geweest. Ik ben beter voor je kijken als je de trap oploopt. Ik snap dat je naar me wilt kijken, maar... Heb je broers? Hoe heet je broer? Ik ga lekker naar bed. Kaylee vindt het soms lastig om haar plekje te vinden binnen de groep. Dus als Donna haar pogingen tot een gesprek compleet negeert, druipt ze flink teleurgesteld af. Maar is het wel zo erg als het misschien overkwam? Heb je broers? Hoe heet je broer? Ik ga lekker naar bed. Wel rust. Nee. Is Kaylee echt boos op mij? Waarom denk je dat? Oh ja, omdat je dat zei. Was ze echt tegen mij aan het praten? Ze zat tegen jou aan het praten. Ja? Wat zei ze dan? Hoe jouw broer heet. Hè? Dat heb ik helemaal niet meegekregen. Ja. Sorry, was jij net tegen mij aan het praten?
Ja, ik zeg, heb je broers? Vroeg je dat aan mij? Ja, ik snik, nou ja, laat maar. Schat, ik ben letterlijk eigenlijk doof, hè? Oh. Nou, dan is het mijn schuld, dan moet ik duidelijker, nee, harder schat, praten. Niemand is het schuld, maar kijk, ik kom al naar je toe om te checken van klopt het dat ik niet naar jou heb geluisterd, dan spijt dat me. Ik zou nooit iemand oprecht negeren, maar dat heb ik bij meerdere mensen. Oké, nee, maakt niet uit. Maar als er iets is, als je ergens mee zit... Ja, dan kom ik gewoon naar je toe. Ja, dat zou ik wel fijn vinden. Want je kan wel zeggen dat er niks is, maar ik merk aan je hele non-verbale houding en je intonatie dat er wel wat is. Omdat ik mijn was aan het opvouwen was? Wees gewoon eerlijk. Gooi het eruit als je irriteert aan mij, want ik doe het nu ook bij jou. Ik irriteer me absoluut niet aan je. Alleen, ik heb dat bij meer mensen hier, dat ik het idee heb dat ik niet gehoord word. Dit bedoel ik nou. Gooi je kwetsbaar opzetten. Dat vind ik fijn, want ik wil je absoluut niet je het gevoel geven dat je niet gehoord wordt. Nee, maar jij bent niet de enige. Met die meidenavond had ik het ook. En dan heb ik gewoon geen zin om meer te praten. En dan moet ik dus echt schreeuwen om aandacht. Ja, zo ben ik niet. Ik snap al dat het een kutgevoel geeft. Ja, maar of het komt omdat ik de lelijkste ben, dat kan ook. Waar komt dat nou eens vandaan? Oh, kijk hoe knap iedereen is. Maar zie je, dit bedoel ik dus. Er zit dus veel meer achter. Op het moment dat ik binnen was gelopen, jawel, dat maakt wel uit. Want we zijn allemaal gelijkwaardig hier. Mm-hmm. Dus we gaan dit nu ook gewoon oplossen. Ja, en zeg trouwens nooit meer om jezelf lelijk te noemen of dat het aan lelijke mensen ligt. Want dat vind ik echt niet chill om te horen. Dat gevoel heb ik altijd al gehad. Dat knappe mensen altijd meer te zeggen hebben dan mensen die wat minder uiterlijk hebben. Snap je wat ik bedoel? Op zich is er niks, geen irritatie naar jou. Het is gewoon een onderliggend dingetje. Als ik een verhaal begin, dan wordt er altijd overheen geluld. En let er maar een keer eens op. Als ik aan tafel zit en ik probeer wat te vertellen, is het... Ik ben dat niet gewend. Sorry, als er iets is gebeurd waar ik een aandeel in heb gehad om jou dat gevoel op te wekken, dat meen ik oprecht. Nee, maar bij jou heb ik het minst. Oké, gelukkig. Nou, je bent een schatje. Oké, sleep well. Hoi. Deze moet je even bij Jen neerzetten. Fucking beautiful day, man. Thank you for maken. Graag gedaan. Ik denk niet dat het echt... Ik weet niet of het liefde is. Ik ook niet, maar ik snap ze wel op zich. Hoe bedoel je? Nou ja, gewoon als je een lekker knuffelmaatje hebt. Oh ja, zeker. Ze gaat gelijk daarin. Als je zo lang bij elkaar woont, ken je elkaars zwakke punten. Bij Kaylee is het haar onzekerheid over haar plaats binnen de groep. Casper en Eduardo hebben saampjes wel een idee hoe dat komt. Kaylee is eigenlijk een schatje, maar die is gewoon echt heel naïef. Ja, maar ik heb niks met haar, dus zij mag voor mij echt... Ze is echt heel naïef. Ja. Zij is echt gewoon niet heel intelligent, zeg maar, daarin. Nee. Ze laat zich onwijs bespelen door anderen. Ja. En haar eigen mening doet er niet toe. Dat vind ik ook wel weer sneu of zo. Ja, maar zij doet soms ook uitspraken, die ik gewoon zo heftig vind, waarvan ik het idee heb dat zij gewoon niet beseft wat ze nu op dat moment zegt. Weet je? En het is, of dat nou is, dat een tactiek is, of... Als dit een tactiek is, dan is ze niet heel handig bezig. Ben jij fanatiek eigenlijk? Ik? Nee. Dus ik ben een geboren loser. Je bent gewoon heel goed in alles. Nee, ook niet. Ik doe alsof, hè. Maar dingen, ik weet niet. Ik vind jou wel een van de sterkere spelers. Kijk, echt? Ranking sta ik wel, zeg maar... Solo bovenaan? Ja, wel net... Alle categorieën. Bovenaan, maar jij voor... Kijk, ik denk dat jij veel slimmer bent dan ik. Maar jij weet bijvoorbeeld niks van... Ik weet dingen en zo. Je weet niks van dingen. Ja. Je hebt altijd een soort intellectueel eiland geleefd, terwijl ik met mensen in contact ben gekomen. Dat is... Ik ben helemaal eens met je analyse. Ja. Dus ik denk dat de sociale skills uiteindelijk toch ook al... In dus programma's dit staat... In dit IQ programma heb ik al van tevoren gezegd. Met mijn IQ. Ja. En zeg maar, je kan formules bedenken en inzicht en blablabla. Aardrijkskunde nooit voor hoeven leren, wiskunde nooit voor hoeven leren. Ja. Dat is gewoon logica. Ja. Weet je wel? Dat heb je of dat heb je niet. Ja. Maar... Echt puur feitenkennis, daar ga ik best wel moeite mee krijgen. Ja, nat. Ja, heel veel verschillen. Er is geen één intelligentie eigenlijk. Nee, maar er is wel een intelligentie die het best past bij dit spel. Ja. Ja, ik
ik pas in alle maten niet in deze film, nee. Eigenlijk. Je bent 24/7 slachtoffer. Ben ik er weer. Oh no! Kennis op brand. Openvragen, stressbestendig. Door één deelnemer uit elk team. Jasmijn? Nee, daar gaan we even overleggen. Oh, ik heb er zo'n zin in. Ja! Wij zijn niet dat voor kennis gemaakt, hè? Ik voel me niet geroepen. Nee, ik ook niet. Ben jij stressbestendig? Ja, dat ben ik sowieso. Ik laat me eigenlijk nooit gek. Maar wat weerhoudt jou dan? Kennis hier. Ja, tallen en noem maar op. En daarin zou ik eerder het stokje overgeven aan Bes. Ik scheid in mijn broek. Ik scheid in mijn broek. Ja, maar kijk. Wie anders? Nou, ik ga maar een andere broek aan doen. Ja. En dan kunnen we altijd nog even kijken wat we gaan doen, hè? Nee. Oké, ik ga het wel doen. Yay! Ik twijfel elke keer voor een opdracht. En als er dan een opdracht gespeeld wordt op andere mensen, denk ik, oh goed, dat wist ik wel. Maar dat is natuurlijk heel makkelijk lullen achteraf. En hoe zit je ten opzichte van stressbestendige kappie? Ik heb even tijd in de lijst momenteel, kan ik je vertellen. Ja? Ja, kappie, jij mag gewoon even voor mij spelen, hoor. Dat ga ik toch gewoon doen? Beuken! Mooi. Deze laat ik aan me vertellen. Nou, dan is het jou, Kelly. Algemene kennis open vragen. Ik hoop echt niet op rekenen, want dan val ik echt door de mand. Ja. Beste gieren, haaien, slangen, vossen. Dit spel wordt een race tegen de klok. Morgen in de Bondgenoten zorgt een klein zakje chips voor behoorlijk wat onrust in de loods. Weet je zeker dat het van jullie is en niet van de slangen? Die paarse zak? Helemaal niet. Ik heb echt niks. Het is namelijk elke keer als ik iets inschenk, goed eten maak, dat zij het opeten.